Wacht even hoor. Even een breker aan het eten. God, je bent ook altijd eten. Smakelijk, Paul. Ik ga ook even eten. Oh, nee. Ja, gaan we lekker eten. Hallo, ik ben Arjan. Hier staat Paul. En hier, ja. staat, en hier staat Jan. Hallo. Paul, oh. Paul eet een breker. Lekker een lamp. Het is geen gesponsorde video, Arjan. Kou je daar dan ook op zo'n breker? Nee, ja, niet op het zakje. Maar wel op de vrucht. Wel wat erin zit. Op die troepjes die erin zitten, ja. We zitten in the middle of nowhere trouwens. Jan en ik zijn vorige keer. Ik heb vorige keer een super lange kletsvideo gemaakt. Ik weet niet eens hoe die ontvangen is, want de vorige keer is voor ons net die opname gestopt. Maar het is voor mij een ontzettend lang gauw video geweest. Dus sorry ervoor alvast met terugwerkende kracht. Misschien vond je het wel leuk, dan graag gedaan. Maar anyway, bedankt voor het mooie bloemetje, Paulus. Mm-hmm. Mooi gedaan. Paul is er ook bijgekomen en we zitten nog steeds onderweg. Ik heb Paul even hier naartoe gehaald, die wil even meeshokken. We zijn nog steeds onderweg naar het begin. Want Jan en ik kwamen er net op boord uit bij Wilfred zijn dorp. En zijn vervolgens aan het lopen gegaan en waren hopeloos verdwaald. En nu zijn we. Maar toen konden we Wilfred zijn dorp niet meer terugvinden. Dus nu lopen we gewoon zo terug, eigenlijk. Zo een beetje toch? Zeg ik het goed zo? Naar het zuiden toch? Ja, ja, zo toch? Ja. Ja. Maar waar zijn we ongeveer nu? Ja, weet ik veel. Min 15, 25. Ja, kijk dan, zonnebloemen. Ja. Zonnebloemen. Oh, oh leuk. Magisch. Oh, dan moeten we nog even wat voor meenemen. Zo. Maar goed, dat dus. Schaapjes. Ah, het is wel mooi hier. Koetje. Dag, koe. Hey, maar heb je een superkort resume van wat er gebeurd is? Wanneer? Wat net? Wat was bijvoorbeeld de leukste vraag die er is? Dat waren allemaal wel goed. Ik vond dat er bijzonder goede vragen gesteld werden. Hé, hey, daar is weer een tempel. Zouden we die al gevonden hebben? Paul, misschien zit die ene wel. Dat zal wel niet. Dat zou wel heel toevallig zijn, toch? Nee, deze hebben we vast nog niet ontdekt, joh. We hebben net al een tempel ontdekt, Paul. En twee dorpjes. En Jan liet hem niet ontploffen. Oh, je vertelt nu een anekdote van jullie twee. Ja, ja wij hebben de vorige aflevering een tempel. Ook een tempel nog? Jazeker. Maar wij hebben daarvoor ook een tempel. Ja, precies. Maar nu hebben we weer een tempel. Precies. Elke aflevering moeten een trend gaan maken. Elke aflevering een tempel ontdekken. Maar anyway, er waren allemaal goede vragen. Om het even terug te komen op die ene vraag. Aha. Allemaal leuke vragen. Oh shit, hier zat zo'n skelet. Is iemand met een zwaard? Ik heb niks bij me. Boog. Ik zit in het gat, jongens. Zo, Jan, je stond ervoor, man. Zo, ik heb nog één hartje. Eén hartje. Nou, als je dan even niet op die TNT gaat staan, zou mooi zijn. Zo. De verleiding is zo groot, jongens. Oh, ja. Hé, hey, deze is ontploft, of niet? Ja. Oh. Dat is of is hij alleen gehaald? Die is ontploft. Oh, heb jij dat gedaan? Aha. Dat ging niet helemaal zoals gepland. Oké, maar dat betekent dus wel dat we in de buurt van huis zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar waarom heb je het dan zeg maar onherstelbaar of onzichtbaar hersteld dan weer allemaal? Ja. Mensen te foppen die dan hier... Jij bent echt van de fopjes, hè? Ja. Ik was in de fopbui laatst, ik weet niet waarom. Hey. Fopper, man. En Jan, hier is ook weer Mesa. Zul je zien dat hier de netherpoort staat die Paul en ik gemaakt hebben tijdens. Dat denk ik. Weet je wel, Paul, dat wij een netherpoort hebben gebouwd bovenop zo'n Mesa? Met die champignonnen? Wat? Een champignon? Dat is de mushroom. Nee, we hebben de vorige keer... Jan, hebben ooit een aflevering of wat geleden hebben wij een mesa-poort gebouwd. Of een netherpoort gebouwd bovenop een mesa. Ja. En Jan en ik kwamen al door een mesa. En toen zei ik tegen Jan, oh, wie zal het dan zijn? Toen hebben we die hele mesa doorgeschokt. Maar waarschijnlijk was dat een andere mesa. Die nog want nu, dat was in ieder geval niet deze. Dus dan moet het bijna wel zo zijn, Jan, dat we hier een netherpoort vinden. Dat hoop ik dan maar. En anders moeten we nog steeds verder lopen. Het is zo ver lopen. Het is wel heel ver lopen, we zijn al heel lang bezig. Hoe lang lopen jullie al dan? Ja, een half uur denk ik, inmiddels. Stond op een punt te vragen van, zijn we er al bijna een grote smurf? Ja, we zijn er echt een half uurtje bij. Ja, maar ook gewoon, s'nachts kun je niet zo hard lopen. S'nachts kun je niet zo hard lopen, dus we hebben echt ook hele gevechten, veldslagen hebben we geleverd. Ja, echt? Ja, man. Maar dat heb ik allemaal niet opgenomen. Ik was al een uur bezig met ouwehoeren met al die vragen. Denk ik, ja, dan moet ik toch gewoon stoppen met opnemen. Hoeveel het was vragen ook te veel geweest voor de kijkers. Ja, het waren 12 vragen, maar één gast die vroeg 16 vragen achter elkaar. Dus dat waren bij elkaar waren het een stuk of 15, 16, denk ik. Oh, wat leuk. Ja, dat was heel leuk. Echt leuk. Goed. Leuke vragen. Ja.
Hey Jan, dit is een hele leuke type grond hier, wat hier ligt. Dit is, hoe noemen ze dat ook weer? Klei. Coarse dirt. Grove aarde. Ja, grove aarde. Hé, wil je er kwijt? Achter je. Dat is een mix van grind en zand. Dat kun je ook zelf maken. Huh? Met grind en zand? Grind en aarde. Als je grind en aarde kruislings mixt. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Wat krijg je dit? Twee aarde en twee grind. En die kruislings mix je die, dan krijg je dit. Is die dat? Ow. Ik heb hem gevonden. Sorry. Ik heb de nederpoort gevonden. Aan. Oh, oké. Okay. Heren. Nederpoort. Ja, oh, wat een mooi plaatje is dit, man. Je moet even een screenshotje maken, jongens. Dit is mooi. Dit is mooi hier. Zullen we even doen? Nee dan. Oh, daar ben je. Hier, kom even zo. En dan even F5, F5, F5. Hop, even het pakje uittrekken. Dit is toch fantastisch, dames en heren. Dit is toch fantastisch. Even het pakje uit. Zo. Hop, hop. Even het brood aan de kant. Even dit weg. Ik heb al die mooie spulletjes hier. Dat moet ik allemaal wel even bewaren. Zo. Oh, ik krijg trek van brood. Zo. Prachtig. Ja, dit is... Oh, wacht even. Dan moet ik dat tegendraad sturen, zeg maar. Zo. Dat is voor jou toch niet zo moeilijk tegendraads? Tegendraads is nooit zo'n probleem. Oké. Okay. Goed. Ja, het was mooier toen ik wat dichterbij stond. Wacht even hoor, we moeten even dat ding in het midden bedaren. Wacht even, komt ie hoor. Ja, dat geklier. Even wat handels, sorry ervoor. Hier, daar moeten we zijn. Nee, dat is mooier. Dat heb ik nu al door. Ja jongens, maar echt. Schakel nou eens even naar die zeden van mij, die ik net doorstuurde. Moet je eens kijken hoe fantastisch mooi dit met dat water erbij moet je zien. Je moet een zonnebril optrekken naar mijn scherm te kijken. Ja, het is wel fel, maar dat is niet heel erg. Het is wel mooi. Super mooi. Nou, kom maar dan. Hoppa, F5. Zo. Kijk eens wat mooi. Kijk eens wat mooi. Is dat die poort daar? Die is daar. Goed, nou, kom er even gezellig naast staan. Waar kijken we nu naar dan? Oh, we kijken gewoon die hand. Ja, precies, die kan ongeveer op. Niet mij eraf duwen dan. Dat is, waar moeten we. Ja, nee, nou ja, precies. Ja, precies daar. Nee, je gaat nu weer achter. Even zo tussen jou. Ja, en dan Paul even omdraaien. Mag ook zo. Hup. Kijk eens even naar het vogeltje. Andere kant op. Kijk, ja, totaal de kluts kwijt. Zo. Ja, prima hoor. Prima foto. Prima foto dit. Ja, kijken we de goede kant op. Ja, jullie kijken echt fantastisch de goede kant op. Wacht even, nog eens. Nog eens. Ja, schitterend. Schitterend. Niks meer aan doen. Ja, is goed. Wacht even, kom er even bij staan, want we zijn nu allemaal prachtig. Ja, mooi hoor. Niks meer aan doen. Goed. Waar gaat het over, jongens? Waar is het vogeltje dan? We hebben echt mooie foto's gemaakt. Kom, we gaan naar die poort. Ik zie ook geen vogel. Hoe moeten we naar kijken dan? Nee, dat... Ja, zo'n rare vogel hier voor ons. Ja, precies. We gaan goed. We gaan goed. We gaan goed. Hey, maar jij zag toch een netherpoort? Ja, hier bovenop. Dat was ik vrij zeker van. Dat was daar helemaal. Ja. Ik wil even mijn pakje weer aan hoor. Oh ja, dat is wel goed dat je dat zegt. Mietjes. Ja, maar ik heb net allerlei mooie nieuwe dingetjes op mijn... Ik heb Waterloper 3. Heb je daar eens van gehoord, Paulus? Hoe? Waterloper 3. Dat zijn van die Jezus-stappers? Nou, nee, dat dacht ik eerst ook, maar dat is het anders. Nee, als je dat ik kan gewoon door water lopen met dezelfde snelheid wanneer ik over grond loop. Gewoon vet handig. Ook, laatst, toch? Yep. Oké. Okay. Netherpoort! Jan, dan zie je meteen. Hoe komen we nou omhoog dan? Dan zie je meteen die netherpoort die nog niet is aangesloten op de hub. Want dit is deze. Wat wil je daarmee zeggen? Niks. Ik suggereer alleen maar wat. Jij zet me gewoon weer aan het werk. Nee, helemaal niet. Maar ik denk, ja, mocht je je ooit vervelen, zeg maar. Morgenochtend 9 uur. Waar is de lavaplas? Daar, dan moeten we linksaf. Die kant op. Lavaplas? Ja, we moeten even hier naar boven. Oh, pas op voor de lava. Hoe weet je dat allemaal nog? Ja, jongen, ik heb toevallig gewoon deze poort gisteren nog weer tegen. Fakkel in mijn hand. Zet even de shaders uit, want nou... Nee, je moet een fakkel in je hand houden, Jan. Dat gaat helemaal goed zo. Nee, maar ik heb dus geen fakkel. Oh, hier. Wil je een fakkel? Hier, kijk eens. Zet even een paar fakkels neer, Arjan. Kijk eens, hier. Ja, sowieso, want anders kan ik de weg niet terugvinden. Oké. Okay. Yes, gelukkig. Zo. Want ik weet toch wel weer, dit moet gebeuren. Deze kant op. Ja, maar het is gewoon die lavaplas hier houden. Het is echt niet zo ingewikkeld. Dacht ik. Aha. En er vrij zeker van dat we deze kant op moeten. De fakkels neerzetten, Arjan. Ja, dat doe ik nu. Fakkels. En... Ja, zie! Kijk dan! Kijk eens hoe dicht we erbij... Hier! Kijk eens hoe dicht we erbij zitten! Oh, hier! Zij toch! Oh ja! Zie! Oh ja? Zie je nou wel? Oh, dus bij Mark, ja. Oké. Okay. Kunnen we hier naar beneden? Ja, is het makkelijk of niet? Is dat een val die we kunnen maken? Is dat wat je eten? Wordt dat weer zo'n
ingewikkelde trap. Oké, niet in de lava laten vallen. Zo. Maar dat valt reuze mee. Valt reuze mee. Ga hier maar eens een trap bouwen en helemaal een pad die kant op. Nee, dat bedoel ik niet met de val. Nee. Met de schade die ik heb geleden door de val van net. Ja. Dat zou ik ook gauw zeggen. Ja, maar goed. Waar gaan we heen, jongens? Zijn we nog aan het opnemen, of niet? Ja, nog steeds. We zijn nog steeds aan het opnemen. Waar gaan we heen? Ja, weet ik niet. Paul, wil jij nog even zien? Ja, dat heb ik de vorige keer al echt laten zien. Maar de luchtbrug. Heb je mijn huis al gezien? Nee. Jouw huis? Ja, dan gaan we daarna naar jouw luchtbrug. Ja, mijn luchtbrug. Ja, je hebt mooi luchtbrug gebouwd, zo. Nee joh, jongens. Kijk, ja, dit is heel irritant, hè? Hoezo? Ik een beetje belachelijk gaan opmaken hier. Hoezo? Wat dan? Ja, jongens, dat toontje ken ik toch. Hier, wacht. Je bent toch druk aan het werk geweest, je moet me bewonderen. Nee, kom even mee. Ik heb drie planken neergelegd. Kom even mee, Paul. Dan moet ik je even laten zien. Best wel. Ja, zometeen in de comments zie je het alweer helemaal voor me. Dat mensen mij gaan uitlachen. Van, is dat nou een luchtbrug? Nee, ik heb vandaag onder een video, weet je welke was het ook alweer? Uncharted volgens mij. Daar stond bij like als je Paul een held vindt. Nou, dat zei iemand onder Uncharted, waar je niet eens in zit. Hoe vind je dat? Kijk. Zie je? Had je daar wel likes op dan? Ik weet niet of dat likes op waren, maar... Oh, dan ga ik wel even liken zometeen. Onder welke video op zit? Oké. Onder de Uncharted video. Eén van de Uncharted video's. Hé, moet je kijken. Kom eens hier naartoe. Het is wel een beetje gevaarlijk, dus pas op dat je niet doodgaat. Waar moet ik heen gaan? Hier. Oh, daar. Jemig, een boel skeletten. Ja, het is wel een beetje gevaarlijk hier. En een hoop skeletten. Het is wel mooi hier, dit trappetje. Kijk achter je. Wat doet dan die skelet tussen mijn kisten, hé? Tussen je kippen. Pas op voor een paard, die moet je niet doodmaken. Tussen mijn kippen, ja sorry, maar ik leid... Ik krijg een vorm van... Het leven is gevaarlijk hier, joh. Van afasie als ik hier al die dingen tegelijk zou doen. Zo, dood, kom maar. Nog een skelet ook neer. Wat, die heb ik al neer. Oh, dat is een hele druk... Hey, kom eens deze kant op. Kom eens bij het kiphokje staan. Kijk eens daarboven daar, naar mijn hok. Neem een kubus aan de andere kant. Oh, zo! Dit is een hele mooie kubus. Mooie kubus, hè? Mm-hmm. Nee, ik heb in ieder geval iets op aangebracht. Waardoor het niet alleen maar een stomme kubus is. Maar gek vinden dat de creepers hierheen komen. Ja, vind ik eigenlijk wel een beetje gek, ja. Het is gewoon iemand met een snor. Ja. Gewoon iemand met een hele grote snor. Twee mannen met snor. Oké. Okay. Ja, nou, leuk, man. Zullen we even naar de luchtbrug lopen? Want dat is echt een tof... Ja, toch was de hele tijd lekker aan het lopen. Die vond ik echt super vet. Ik heb hem op afstandje gezien, daar wil ik graag overheen lopen. Ik zag hem echt... Wat doe je nou? Nee, niks. Schot uit. Hij liep tegen je aan. Dat doet hij vaker. Dat doet hij wel vaker, hoor. Ik zie hem vanaf hier al. Wat zie je? Kijk eens daar. Ik had... Oh. Gênant. Paul? Mm-hmm. Had je nog spullen bij waarvan je denkt, die wil ik houden? Ja, die kip en die aarde. Die grove aarde. Oh, bedoel je ook? En die partij zand hier ook, die hier ligt? Nee. Op een stukje opgeblazen strand? Nou, dat herstel ik binnenkort wel. Ja, dit soort avonturen hebben we dus vorig jaar ook beleefd. Of tenminste, toen wij dat hele stuk uit die woestijn moesten lopen hier naartoe. Oh, sorry. Raakt hij mij? Oh, nee! Ik wil net zeggen, dan moet je even het water in lopen. Ja, Jan. Ik had helemaal niet door dat ik geraakt was, man. Ik probeerde dat skelet ook. Ja, mijn spullen liggen er nog, hè. Dus laat ze liggen vooral, hè. Ik laat ze liggen. Ik zal alle zombies ook doodmaken. Je gaat er een beetje goud vandoor. Nee. Echt? Ja, nou is het. Pak hem. Jij ook. Ga weg. Ga weg. Daar is het de hele tijd goed gegaan. Ik zal niet zeggen dat het de enige variabele is natuurlijk. Paul is natuurlijk bijgekomen. Ik zal niet zeggen dat het daar aan ligt. Weer zo'n smeer, hè. Maar het is wel toevallig. En die hoepen op. Jan, ik word weer geschoten. Ja, ik zie het. Hij is dood. Oké, okay, je moet al die zorgen uitzoeken ook. Ja. Wat nou? Nou, gewoon eerst sorry zeggen. Oh, sorry. Sorry. Nee, gemeend sorry. Het spijt me. Zo? Sorry, Paul. Nee. Ik heb de grove aarde voor je bewaard, Paul. Okay, dan kom ik terug. Oké. Okay. Oké, ik heb volgens mij... Ik denk dat je alles wel hebt, of niet? Ja, dat zal alles wel. Oké, prima. Oh, hier nog een bosje bloemen. En pijlen. Heb je pijlen? Ik heb pijlen, maar ik heb natuurlijk wel een hele mooie boog. Maar je hebt maar één pijl nodig, eigenlijk. Dat is wel tof, je hebt maar één pijl nodig.
Ik heb echt maar één pijl nodig bij dit ding. Hè. Dat is echt fantastisch. Ik vond een boog in mijn kist, Paul. Mm-hmm. En die boog daar zit op herstel, kracht 5, duurzaamheid 3 en oneindigheid. Oftewel, ik heb één pijl nodig. Maar ook als je hem gebruikt, zeg maar, dan slijt hij. Maar als je dan zeg maar XP oppakt van de dingen die je doodmaakt, dan herstelt hij weer. Dus dit, deze boog nu niet meer. Die is eigenlijk blijft hij goed. Dat is wel een hele speciale boog. Dat is een hele speciale boog. Jan, dan komen we op die luchtbrug. Ja, dat moet je, Paul, hoe kom je op die luchtbrug? Nou, ik ben al op de luchtbrug. Dus, ik via ben het huis? Nog niet eerder geweest, Arjan. Via binnen? Ik denk via Paul. Maar we kunnen toch via jouw huis toch, want hij komt bovenaan jouw huis, komt hij uit. Dus dan kunnen we toch jouw huis in en dan zeg maar vanuit daar hoepel op. Ze gaan er sneller lopen, hè, die skeletten, als je ze één keer geraakt hebt. Ja, smeerpijpen zijn het. Hé. Misschien moeten we dan hier een stuk van het dak eruit slopen of zo, of is dat al... Nee. Duurt wel lang hoor, jongens. Ja, nee, we zijn er al. Dan komen ze aan hoor, luchtbrug. Jeetje, mina. Okay. Even kijken hoe dit ding... Nee, de brug is nog niet af. Oké. Okay. Oh! Nee, dat klopt. Okay. Nee. De brug is nog niet af, Jan. Er zit nog geen reling omheen. Even kijken hoe dit ging. Nee, de brug is nog niet af. Maar hoe ging dit dan? Dit ging wel goed, hè? Het ziet wel vet uit, hé. Is het al een keer dag of niet? Nee, het is hartstikke donker buiten. Paul, wil je anders voorlopen jouw kant op, die kant op, zeg maar? Want hoezo, ik vind hoezo, het een beetje... Hoezo zit je nou op de grond? Ik vind dat je me gewoon... Hoezo zit ik op de grond? Ja. Ik hou shift ingedrukt, ja. Echt? Ja, maar ik vind het een beetje spannend als jij zo dichtbij komt. Hé, hey, Jan. Ja. Je hebt dus al die lichtsensoren, hè, op die lampen. Ja. Dus ik zie nu tot zeg maar flinke afstand zie die lampen hier staan. Ja. Dus als ik hier nou even blijf wachten tot het zeg maar licht wordt, dan klapt er denk ik zeg maar zo de straatverlichting uit. Ja. Ja, dat is cool. Ja. Ja, dat vind ik leuk. Goed, maar we moeten wel door, want Paul die is alweer bij hem thuis, bij zijn nieuwe luchtbrug. Oké. Okay. Denk ik. Oh, dat is wel handig zo'n luchtbrug dan. Ja, maar pas op, want ik zie nu ook al vanuit hij ergens een gat heeft geslagen. En dat we in het donker zo echt, naar beneden kletteren. En ik incasseer maar, hè, mensen. Ik incasseer maar. Ja, ja. Jij bent ook wel... Kijk dan, die zombies die hebben ons ook gezien. Maar ze weten niet precies wat ze ermee aan moeten. Oh, ja. Heerlijk oneindige pijlen, hé. Mooi, hè? Echt supervet. Nou, wel raken natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Goed. Als je nou een skelet op 50 meter afstand raakt, dan krijg je nog een prestatie ook. Oh ja? Ja. Maar hoe weet ik dan wat een skelet is? Want ze hebben allemaal een pakje aan tegenwoordig. Ah, niet allemaal. Ik heb er één geraakt, maar dat was geen... Jan, kijk nou uit. Jan. Oh. Jan, motoriek kent ook geen grenzen, hè? Nee. Zo. Ben je er nog? Help. Dat is een kip. Spin. Zoals ik, zeg maar, als Jan ergens van afvalt of er gebeurt iets... Dan verandert Jan in een soort van luisterboek. In een hoorspel waar je direct kunt zien wat er gebeurt. Je kunt horen wat er gebeurt. Er komt ook een zon op. Hé, ik hoor je een kleine zombie. Oh, hij is een kleine zombie. Nee, niet meer. Maar hij is nu weg. Nu is hij dood. Hé, de zon komt op, hé. Oh, dit dus dat betekent dat we zometeen al die straatverlichting zien uitgaan. Dan moet je er wel even heen lopen. Ik zie toch van hier al die lampjes. Oh, ja. Dus nu wordt het licht. Kijk wat er gebeurt, mensen. Heb ik zelf ook nog nooit gezien. Want dan zou die hele rits... Paul is weer vermoord. Zou die hele zon in één keer uit moeten gaan? Moet er echt de zon opstaan? Of is het echt gewoon echt... Ja, want als het regent, dan staan ze ook aan. Dan staan ze ook aan. Mm-hmm. Oké, maar nu komt de zon eraan. En toen gaan ze uit, lampjes. Gebeurt niet echt veel, hè? Nee, ze branden allemaal nog. Maar dat zal ze wel uitgaan, denk ik. Doe eens. Dit is een boeiende tv. Daar sta je dan. Allemaal magisch. Ja, maar ik wil het gewoon zien. Het is net als vissen. Ja, yes. Uit. Ja hoor. Oh, wat leuk. Hey, waarom zijn jullie trouwens op een boom in plaats van op de luchtbrug? Weet ik niet. Jij stond op die boom. Omdat er op de luchtbrug lopen zombies. Ik zie het. Waar is mijn beltje? Hier. En mijn zwaardje? Hier. Dood. Zo, nu gaan we... Ik ben weer op de luchtbrug, hoor.
Het was een enorme boom op je huis staan, Paul. Nou, die is vanzelf gegroeid. Heb je die echt zo gemaakt? Nee. Ik heb gewoon 3 rijen eikenhout naast elkaar gelegd. En dat groeit vanzelf zo? Ja. No way. Plus, als je dit gaat omsnoeien, ik haal hier iets van 6, 7 of 8 stacks uit per snoeibeurt. En groeit dat ook weer aan? Dat is best veel. En daarna knal ik gewoon weer stekjes neer hier. En dan... Maar je doet echt inderdaad zoveel van die dingen naast elkaar en dan gewoon bam. Ja, dat groeit gewoon vanzelf. Zo. Met benenmeel of zo? Of gaat het vanzelf? Nee. Ja. Gewoon dan log ik weer uit en als ik weer inlog, dan... Dan staan ze er. Ja, cool. Heb je verder nog iets wat je wil laten zien aan mensen? Ik had begrepen dat jij een beetje uitgebouwd was. Dat je dacht van, goh, ik heb weer ideeën nodig. Nee. Toch? Nee. Oh, je hebt geen ideeën nodig? Nee. Oh, dat had ik begrepen. Van wie? Nee, van jou, dat je uitgebouwd was. Van mij dat ik uitgebouwd was? Dat je uitgebouwd was, dat dacht ik. Dat je dat zei. Nogal een uitspraak, Arjan. Ja, ik... Dat zijn mensen wel gewend, denk ik. Dat zijn mensen, dat is je enige antwoord. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, dat vind ik belachelijk, want ik heb namelijk echt nog vele ideeën. Ja? Ik heb allemaal stijgers staan en er zijn allemaal ideeën in. En die zul je binnenkort zien. Nou, leuk. Hey, luister, we zitten alweer op de 21 minuten met het gauwhoer. En ik vind het allemaal supergezellig. Maar dan moeten we toch maar weer een keer een dik verder punt achter zetten. Wat een avontuur hebben wij weer beleefd. Hey. We zijn gewoon even... Hoeveel blokken hebben we nu gerend? Nou, we hebben toch wel meer dan 1000. Bijna 3000. Ja, we hebben... 3000 blokken, jongens. Ja, nee, maar wat we hebben laten zien, dat was iets van... hoeveel hebben we laten zien? Ik denk iets van 1100 blokken dat we gelopen hebben in deze aflevering. We zitten nu op... Plus 400. Nee, dat is niet waar. We zijn via de netten gegaan. We hebben vals gespeeld. Ah, dat is ook niet leuk. Nee, nou goed. Nou, dat was leuk zat, want we zitten aan de tijd. Hey, lieve mensen, de luchtbrug van Paul. Dat is denk ik het hoogtepunt van deze aflevering. Ja, letterlijk en figuurlijk. Bedankt voor het kijken. Heren, bedankt. Ja. En tot de volgende keer. Bye bye. Doei. Pas op.